Hi, goeiedag. Het is weer tijd voor een Jumbo-haul. Ik heb allesreinigersdoekjes hier en een komkommer. Ik heb wat zakjes kruiden. Haché. Hollandse gehaktschotel. En een stoofpotje, die is erg lekker. Ik heb hier een deel van de limonade. En 3 keer tessère voor Wessel. Even rustig zo. De rest staat daar. Oké, 2 keer spersiebonen, blikjes zalm en tonijn. 6 keer Alpro Room Light. Dan heb ik bulgur, couscous, volkoren couscous, parel couscous en quinoa. 2 keer grote eieren, dat zijn er 60 in totaal, met omeletkruiden, want Wessel eet nogal veel eieren. Kimchi, maar dat vind ik best wel lekker. Dan heb ik 2, 4, 6, 7 van die potjes verschillende soorten salsa. Ik heb verschillende blokjes, 2, 4, 6, 8, 9, met tomatensaus, knakworst, volkoren noedels. Hierachter heb ik tortellini, volkoren pasta, volkoren pennen. Tomaten, basmati rijst, grote macaronis, 2 pasta saus, een head and shoulders voor Wessel, palmolive voor Dennis en een palmolive citrus voor vet haar voor mij. Dan heb ik macaroni, lasagnette en een hoop wrapjes, volkoren ontbijtkoek. Alpro Barista, haver. Dit is chili con carne, ertjes, witte bonen. 2 keer kefir voor Wessel. Als je dit niet kent, het is een soort melk, maar het smaakt naar karnemelk. Dan heb ik deze in de vriezer, die vinden we wel lekker. 2 keer boter. Een aantal keer Starbucks ijskoffie voor de proefvideo. 6 keer een liter kwark voor Wessel. Soepballetjes, vegaballetjes en tartaartjes. 3 keer gehakt, 2 keer aardbeien. Kip gehakt, Duitse biefstuk. Nog meer kip gehakt en kalkoensnietsels. Dan heb ik voor Wessel zeevruchtencocktail en rivierkreefjes, die vindt hij altijd lekker. 2 keer Alpro Malt en Creamy yoghurt voor mij, samen met Solatura muesli. Nog een keer een komkommer. Groot zak spinazie voor Wessel. Uien. Smeerkaas. 4 keer aardappelpuree. 2 keer champignons en 4 keer appelmoes. En deze zat erbij, die heb ik niet gevraagd. Dus die heb ik gratis gekregen, denk ik. Dit was de haul weer van deze maand. Ja, wat erachter staat, daar, dat hadden we al. Dit kost ongeveer €322. €323. En is ook nog statiegeld vanaf. En de kratten zijn gelijk teruggegaan. Dus ik ga het opruimen. Bedankt voor het kijken en heb je leuke eetideeën of receptjes, laat ze achter. Vinden we altijd leuk om te krijgen. Tot de volgende keer. Doei!